spaanplaat is een stukje koper. En die hebben we gemist. Dan kunnen we niet terugleggen naar de eerste basisopties. Nee, die is. Die, hè? Die is mooi, ja. Met de witte tuin. Chris, kom eens, wat vind jij? Die tante en ik vinden deze wel mooi van mama. Ja, ik moet gaan, ik moet naar trainen. Wie is wat? Wil je mij er niet uitnodigen? Afgelopen weken. Ze is zelfs zonder rolstoel naar de markt gegaan. De dokter zei toch juist dat er geen was aangeslagen? Ja, dat hoorde ik al. Het is beter om een hartaanval te hebben dan een tumor. Met kanker wordt er vaak langdurig geleden en is er een grote onzekerheidsfactor. En een hartaanval gaat sneller. Hopelijk heeft Priscilla wel afscheid kunnen nemen. Volgens mij was ze net op tijd. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja, het was van het veld apart gehaald. Dacht de moeder al bij te bewust. Hey. Jongens, het is echt fucking koud. Ik ben helemaal bevroren. Kijk mijn handen. Helemaal wit. Ja, echt wel. Ja, echt koud, ja. Ja, nou ja. Ik ga gewoon met mijn jas aan trainen, hoor. Heb jij misschien iets van handschoenen mee of zo? Nee, sorry. Doe nog eens. Ik heb dat zo besloten. Ja, oh, dit is nu niet het juiste moment. Ik kom hier nog voor terug. Wat is in de hand? Niets. Helemaal niets. Goed, dames. Laten we beginnen. Warming up. Oké. Priscilla? Ja? Zullen wij even... Ja, hey, doe normaal. Het is er. Hoe gaat het thuis? Prima. Wanneer is de begrafenis? Zaterdag, in de ochtend. Dus ik kan gewoon mee voetballen. Je kan ook gewoon thuis blijven, hè, na de dienst. Ik bedoel, Nadine kan gewoon voor je invallen. Nee, dus... hoeft niet. Ik wil meedoen. Zeker weten? Ja, ik bedoel, wat moet ik anders? Thuis de hele dag zitten janken. Nee, je hebt gelijk. Roxy! Hey, Pia staat vrij. Chris, Pia. Ay, nee, als Noelle die bal van je af kan pakken, dan moet je echt schamen, Roxy. Oké, Ibi, maak je borst maar nat. We sluiten af met penalty. Lekker, hoor. Penalty! First. Ga jij maar. Ja. Nee. Ik wil gaan. Nee, ik hoef niet. Ga maar. Nee, Rox. Rox, kom maar. Kom op, Rox. Lekker, Rox. Lekker, Rox. Chris. Kom maar op, Chris. Doelpunt hoor. Ja, jongens. Echt mooi. Jammer. Jammer, Cel. Er is vast wel iets. Nee. Als je doodgaat, is er niets. Je verwoordt hooguit tot sterrenstof. Hoe weet je dat nou? De mens is gemaakt van dezelfde elementen waaruit het heelal ooit is ontstaan. Onder andere koolstof, stikstof, waterstof en helium. Dat is niet leuk voor Priscilla, als ze dat hoort. Als ik wat hoor? Je gaat gewoon naar de hemel. Lekker chillen op een Bounty Island. Dat zou die lek zijn. Ik denk dat we allemaal reïncarneren. Als je goed hebt geleefd, kom je rijk en gelukkig terug. En als je slecht hebt geleefd, kom je als aap. Dikke kaffia. Ik was een lieve heersbeestje. Of was een miereneter.
Ja, tuurlijk. Ja, een leuk tipje. Je hebt al zo lang een ding. Oh. Wat is dat? Wat? Wat? Ja, maar... Nee, die is zo dood. Die is dood van neus. Die is moet ik echt niet met je mee fietsen? Nee, Rob. Weet je het zeker? Ja. Echt zeker? Rob, hou op. Serieus hoor. Oké. Okay. Doei meiden. Sterkte. Doei. Gaan jullie naar de begrafenis? Ja, ik wel. Nee, ik heb ook geen kaart gehad. Maakt niet uit, toch? Ik kan gewoon gaan, hoor. Ik denk dat het alleen voor goede vrienden en familie is. Ja, jullie kennen Pris en haar moeder ook echt vanaf de basisschool. Ja, maar we kennen haar niet zo goed als Rox. Ja. Tuurlijk wel. Nee, je ouders waren echt goede vrienden met haar. Nou, ik zou het gewoon aan Pris vragen, hoor. Is dat niet raar? Nee, dat kan wel. Ja. Nou, is goed. Nee. Tot dan. Doei. Doei, maar. Doei. Hey, Pris. Hey. Hey. Oh, spiertjes, wie laat dat zien? 7, 8. Ze wilde altijd meteen naar buiten. Wilde ik niet. Mijn kleine zusje mee. Maar mijn vriendjes wel, hoor. Zij dacht altijd een 16 kant klaar. Ja, natuurlijk. Hoop je deze zien? Oh, is dat Debbie? Ja. Is dat Debbie? Dat is Debbie. Ah, Pris, moet je kijken. Die lijkt echt sprekend op de. Stomme foto. Hey, welke dacht jij voor op de kist, Pris? Deze of deze? Hier staat ze goed op. Ik ga zaterdag trouwens gewoon naar de wedstrijd hoor. Dus ik zou het wel heel erg fijn vinden als we... Ja, ik niet. Als die echt is, hè? Ho, ho, ho. Wie zou dat zijn? Snel kijken, jongens. Ga snel kijken. En met je knie. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heb u... Hey, Pop.
Pap? Ja? Emmer. Stap je niet erop? Goeie. Ik heb deze. Niet iets vrolijkers. Iets waar we kunnen dansen of zo. Vond ze dit leuk? Is dit niet voor jou? Nee. Wat is dit? Voor skiën, wintersport. Dit is de, van de enige wintersport die we ooit hebben gedaan. Ja, wat moet je nou schuiven? Het is echt lastig. Ja, ach, kom, dan leek het altijd goed. Wel een beetje afstandelijk. Ja, vind ik wel. Kom eens. Wat doet ze? Ik weet het niet. What the fuck? Dat is raar. Wat? Rox heeft een smiley getekend. Wow. Wat zijn dat? Moedervlekken. Het lijkt alsof er bloed in zit. Het zijn traantjes. Pap? Ja, schat? Geloof jij in reïncarnatie? Dat hindoeïsme ding. Ja, dat weet ik. Ik weet wat het is. Of... Ik weet niet wat het is, maar ik weet wat je bedoelt. Moet je even opzoeken dan. Maar jij, geloof jij erin? Ja, nou ja. Ik dacht altijd dat het bullshit was, maar je weet het nooit, toch? Je weet het nooit. Toch? Misschien heeft mama nu wel een vogeltje. Een parkietje of zo. Ik vond dat zo leuk. Parkietjes. Every end is a beginning in disguise. Leuk, maar wat bedoel je ermee? Laat nou. Wacht dan. Echt mooi, moet je voorlezen. Nee, hoeft niet. Jawel, kom op. Ja, kom op. Ja. Lees nou. Het is wel een beetje vaag. Een harde lach, een flinke traan. Jouw moeder is plots heen gegaan. Op haar hakken, hollend langs de kant, volgde ze ons door stad en land. Met de rolstoel achter de lijn, toen vond ze supporten nog fijn. Totdat de ziekte steeds meer won en ze niet meer verder kon. Een koude wind waait over het veld. Ze is en blijft onze held. Wauw. Respect. Ja. Oh ja! Toch? Die hebben we eindeloos gedraaid op onze eerste vakantie samen in de auto. Ze draaiden altijd op feestjes. En dan aan het eind van de avond ging ze verder hard dansen. Heel gênant. Ze deed bij elk dansje deze dit. Ging ze ook nog zo doen? Niet doen. Ja. En met haar vingertjes. Iedereen aanwijzen. En? Ja, cool. Maar is het niet te sexy? Straks komen er nog lekkere jongens. Gadverdamme, je eigen neefjes. Ja, nou ja, je weet nooit wie er komen, toch? Ja. Ik vind toch dat je deze moet doen. Echt? Ja. Is het niet een beetje raar dan? Ik bedoel, straks ben ik de enige in een kleurtje. Boeien. Oh ja, mijn moeder. Jullie kunnen mee eten, hè? Thanks, maar hoeft niet. Oké. Doei, Rox. Doei, tot morgen. Tot morgen. Oh ja. Van het team. Thanks. Wil je echt niet dat ze komen? Nee, ik bedoel, wie heeft er nou zin in een fucking begrafenis? Weet je zeker? Mhm. Oké. Okay. Doei, Rox. Tot morgen.
Het kan toch niet? We zijn geen familie. Jawel. Het heeft weinig zin om al te veel te gaan zitten jammeren, zei mama toen ze te horen kreeg dat haar kanker weer terug was. Mama hield meer van lol dan van gezeur en daarom was ze ook altijd zo'n relaxe moeder. Een dag niet gefeest is een dag niet geleefd. Maar nu je weg bent, waar is dan het feest? Een stevige wind waait over het veld. Ze is en blijft onze held. Dag, lieve mama. Berlinerbollen. In 1963 zei president Kennedy: Ich bin ein maar Berliner. In ieder geval, het was Debbie de lievelings. Vroeger toen we altijd bij Pris gingen spelen, kregen we altijd de Berlinerbol. Toch zo? Berlinerbol. Mooi speech. Ik moest echt huilen. Je hebt het gedicht van Sue geciteerd. Dat was echt mooi. Was die van jou? Dank jullie wel nog, trouwens, voor die kaart. Die smiley was een heel beetje raar. Maar wie was die? Dat dacht ik al. Michelle, wij moeten er helaas vandoor. Als we de wedstrijd nog willen halen. Hartstikke fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel, ook voor de rozen. Yes. Sterkte. Tot wel. Hey, thanks. Succes. Leuk, Pris. Sterkte. Hou ze tegen. Sterkte. Mis, prachtig gesproken, jongen. Echt prachtig. Meisje, jij met die speech over het veld en dat feest. Geweldig. Willen jullie koffie? Ik ga halen. Wilde jij niet met de meiden mee? Nee, ik blijf wel hier bij jou. Kunnen we ook samen gaan? Hoe dan? Nou, gewoon. Mama had die gewild, dat voetbal miste toch? Voor. Dus wat je moet doen, gewoon het veld groot houden, je aanbieden bij de zijlijn en... Reboot, reboot. Priscilla treedt aan. Goed je te zien. Fijn dat je er ook bij bent. Goed dat je er bent. Hoi. Hoi jongens. Nou, kom, gaan we doen met mij. Kom, let's go. Wherever the girls go, boys, I love. Hey bitches, hebben jullie het gehoord?
Oh, tik op Berg dat het meisjesteam op. The intruders must be exterminated. Meneer Pekelberg, wij laten ons niet door u opheffen. Lieve Willem Fire. Nee, dank u. 50 jaar FC Athena.